Nou, de ideale oplossing, hè, dat iedereen met zekerheid een goed pensioen heeft. Dat is geen oplossing, maar dat zou het doel zijn. Die kunnen we niet bereiken. Maar waar het wel om gaat is dat we mensen wel meer duidelijkheid kunnen geven over pensioen. En dat we ook iets kunnen zeggen over de mate waarin ze zeker zijn van hun pensioen. En dat ook van tevoren duidelijk is wat er nou in goede situaties, of in goede omstandigheden gebeurt en wat er in slechte omstandigheden gebeurt. Dus dat op zich zijn al hele verbeteringen. Maar of we zeg maar, daarmee zeg maar, alle problemen in één keer hebben getackeld, nou, dat geloof ik niet. Indexatie zal op termijn wel weer haalbaar worden. Ik verwacht echter niet dat op korte termijn zeg maar, pensioenen alweer volledig waardevast kunnen worden gehouden. Het zal best zo zijn dat we op een gegeven moment uit de dekkingsgraadproblematiek komen. Maar voor indexatie is ook nog nodig dat we voldoende rendementen halen in de toekomst. En, nou, daar ben ik wat aarzelend in of dat wel haalbaar is. We zullen best wel een gedeelte kunnen indexeren. Maar ik denk dat er nog heel wat voor nodig is om te zorgen dat we gewoon de pensioenen compleet waarde en misschien zelfs welvaart vast kunnen houden. Ik denk dat we dan toch meer premie zullen moeten betalen om dat te kunnen bereiken. Ik denk niet dat de meeste fondsen afwachten. Ik denk dat de fondsen doen wat ze kunnen doen. Alleen, we kunnen nog niet alles doen. Hè, want het luistert vrij nauw. Als je kijkt naar de ambitie en de zekerheid en de mate van risico die we lopen. Maar er gelden natuurlijk wel allerlei rekenregels, hè, zeg maar toezichtsregels, waar je aan moet houden. Omdat het zo nauw luistert, is het wel van belang dat je precies weet wat die regels inhouden. Bijvoorbeeld met hoeveel rendement mag je rekening houden als je 30, 40, 50, 60 jaar vooruit gaat rekenen. Zolang je dat niet zeker weet, hoeveel dat is, kan je ook nog niet een definitieve beslissing nemen of je nou wel het ene of het andere doet. He, dus we doen wel genoeg in die zin, we denken over dingen na, we weten wat de mogelijke opties zijn, maar we kunnen niet meer doen dan dat we nu gedaan hebben. En dat geldt wel zeg maar, sectorbreed in verband met de ontbrekende gegevens, om het zo te zeggen. We hebben natuurlijk te maken met die aanpassingen in de pensioencontracten, hoe dat ook eruit mogen komen te zien. En ik denk dat een belangrijk aandachtspunt daarbij is de communicatie naar de deelnemers, de verzekerden, de mensen om wie het uiteindelijk allemaal gaat. Die lezen in de kranten, dus pensioencontracten zijn pensioenfondsen in de problemen en ik hoor me niks en ze schieten maar niet op. Dus Ik denk dat een duidelijk antwoord geven op de vraag van wat betekent dat nou voor mij, zo'n nieuw pensioencontract? Waar kan ik nou van op aan als ik straks met pensioen ga? Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is, gewoon zekerheid bieden voor de deelnemers nu. Pensioen is hot. Je komt mensen tegen met wie je over je vak kan praten. Dat is best wel belangrijk. Ik denk dat het ook een moment is waarop er heel veel nieuwe informatie beschikbaar is. En vooral natuurlijk omdat pensioen ook een heel leuk vak is.